Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit webinar van Hutchison Ports ECT Rotterdam. Wat leuk dat je kijkt. Dit webinar gaat over MyTerminal, het nieuwe online platform van ECT. Met MyTerminal geven we inzicht in de terminalprocessen en zorgen we voor een efficiënte data-uitwisseling. Mijn naam is Willemien Akerboom, werkzaam als productmanager bij ECT. En ik ben de host van dit webinar. Nou, wat gaan we doen vandaag? Dit komende uur geven we het webinar over MyTerminal. Na een korte introductie gaan we zo snel mogelijk het platform aan jullie demonstreren. Dit doen we op onze testomgeving, maar wel met echte operationele data. Speciale dank gaat uit naar Hapag-Lloyd, namens wie wij mogen inloggen om het webinar, om het platform aan jullie te kunnen demonstreren. Dit webinar is live en gedurende het hele webinar kun je vragen stellen via de chat. We hebben het webinar opgedeeld in een aantal blokken. En na ieder blok is er ruimte hier in de studio om eventuele vragen uit de chat ook live te kunnen beantwoorden en wellicht op het platform te kunnen demonstreren. Stel je vragen dus gerust. En onder de leukste, grappigste of meest moeilijke vraag mogen we na afloop zelfs nog een uitje verloten. Nou, wat dat is, blijf dan vooral kijken. En aan het einde van het webinar hebben we ook een aantal tips op een rijtje gezet waarmee MyTerminal voor jou een eitje moet gaan worden. Dus blijf vooral online. Voordat ik mijn collega's die hier in de studio zitten ook aan je voorstel, komt er zo meteen, als het goed is, een poll in beeld. En ik wil vragen of jullie die poll kunnen beantwoorden. En de poll luidt als volgt: in hoeverre ben je al bekend met MyTerminal? En er zijn 3 antwoordmogelijkheden om in te vullen. En ik wil je vragen om het antwoord te kiezen wat het dichtste bij je past. Ja, ik heb al een account en gebruik het platform al regelmatig. Ja, ik heb een account, maar gebruik het platform nog niet veel. Of nee, ik heb nog geen account. En dan kunnen we zo meteen de resultaten ook hier in de studio bespreken. Maar in de tussentijd stel ik mijn collega's aan jullie voor. Naast mij zitten Kees Notenboom, Senior Commercial Executive bij de rederijen. Voor de rederijen bij ECT, zo moet ik het zeggen. Goedemiddag, Kees. Goedemiddag. We zitten op dit moment in het centrum van Rotterdam, naast het Centraal Station. En jij woont ook in Rotterdam. Heb je dan vandaag de fiets gepakt? Ja, in tegenstelling tot normaal naar de Maasvlakte kon ik vandaag met de fiets, ja, op een steenworp afstand van het station hier. Dus dat is wel heel luxe. Ik ervaar het wel als een rijkdom om zo midden in de stad alles te kunnen lopen en fietsen. Dat kan ik me voorstellen. Nou, naast jou zit ook Anna Dushkov. Dat is de product owner van MyTerminal. Goedemiddag, Anna. Hoi Willemien, goedemiddag. In 2018 ben je uitgeroepen tot jong haventalent van het jaar. En jij zette je toen al in voor digitalisering in de haven, geloof ik, hè? Ja, dat klopt, Willemien. In principe heb ik eigenlijk sinds mijn start bij ECT altijd wel geloofd dat digitalisering toch wel een stap verder kan in eigenlijk onze sector. En ik ben heel blij en vind het heel erg leuk dat ik daar ook mijn steentje aan kan bijdragen. Als ECT zijn we natuurlijk maar een stukje van die gehele keten. Maar je ziet toch dat ook wij een belangrijke bijdrage daaraan kunnen leveren. Nou, we gaan straks natuurlijk MyTerminal bekijken en dan zien we daar veel meer van. Naast jou zit ook nog Robertina Blakegrove. Jij bent de techlead van MyTerminal. Dat klopt. Kun je het kort uitleggen wat dat nou inhoudt? Nou, als techlead ben ik verantwoordelijk voor, samen met het team, voor het maken van de technische keuzes en de technische realisatie van het MyTerminal platform. Oké. Okay. En nu heb ik me ook laten vertellen dat jij nog een andere specialiteit hebt. En dat is voornamelijk koken. Ja. Dat doe je graag, heb ik begrepen? Ja, zeker, zeker. Koken is een van mijn hobby's. Dat brengt me een beetje tot rust. En ja, vind ik vooral ook heel erg leuk om te zien als mensen genieten van het resultaat. Super. Dan blijf ik gelijk even bij jou. Want kun jij zien of de poll inmiddels al ingevuld is of dat we nog iets meer tijd nodig hebben daarvoor? Ja, zeker. Nee, de poll is heel goed ingevuld. We kunnen zien dat 67% van de mensen heeft aangegeven dat ze al een account hebben en die regelmatig gebruiken. 30% heeft aangegeven dat ze account gebruiken, maar eigenlijk nog te weinig gebruiken. En 3% van de gebruikers hebben aangegeven dat ze eigenlijk nog geen account hebben. Oké, dus we hebben toch nog wat nieuwelingen onder ons. Zeker. Nou, dat is helemaal niet erg, want we gaan gewoon bij het begin beginnen. En voor degenen die het platform al regelmatig gebruiken, ik weet zeker dat we je vast nog wel iets met iets kunnen verrassen wat je nog niet wist over MyTerminal. Laten we bij het begin beginnen. Kees, kun je uitleggen wat MyTerminal nu precies is? Ja, kort gezegd, Willemien, is MyTerminal het nieuwe online platform van ECT, wat uiteindelijk onze oude e-services
die nu nog op de website beschikbaar zijn, gaat vervangen. Los van dat we vervangen, zijn we uiteraard ook bezig met het doorvoeren van verbeteringen. Voornaamste reden was toch dat het oude platform gedateerd was. Niet alles was real-time. Het draait alleen nog op Internet Explorer en het voldeed ook niet meer aan de wensen van alle gebruikers. Dus daar moest verandering in komen. Ook zijn er nieuwe security eisen die we gelijk meenemen in het nieuwe platform. En iedereen die nu kijkt en luistert, kent ECT als een heel operationeel bedrijf, gespecialiseerd in het losse laden van schepen en andere modaliteiten. Maar zoals we allemaal weten, zonder goede data-uitwisseling valt uiteindelijk ook op de terminals alles stil. Dus het is enorm belangrijk om dit platform goed van de grond te krijgen. Op het platform geven we real-time inzicht in het hele terminalproces. We proberen dit vorm te geven, ook met zoveel mogelijk input van onze gebruikers, de klanten. Dus die hebben we veel geraadpleegd de laatste maanden. Yes, dus je zegt inderdaad al naar de wensen van gebruikers. Dus niet alleen het vervangen van het oude, maar gelijk een stukje verbetering doorvoeren. Ja. Wie zijn die gebruikers dan allemaal? Ja, eigenlijk zijn alle partijen in de logistieke keten die in aanraking komen met de terminal onze gebruikers en kunnen die platform gebruiken. Je moet dan denken aan de diepzee- en feeder operators die op dit moment kijken en luisteren. Maar ook aan de andere kant de landzijdige operators, alle railbarts, truck operators en ook de verlaters en logistieke dienstverleners. Ze hebben allemaal een eigen rol en elke doelgroep heeft ook behoefte aan zijn eigen specifieke informatie. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we voor iedereen dezelfde informatie geven. Dus als een rederij naar de ETA kijkt van zijn schip, dan moet dat wel synchroon lopen met dat wat we laten zien aan de vervoerder. Grofweg hebben we binnen MyTerminal ook twee groepen verdeeld. De diepzee- en feeder operators die we vandaag hier aan boord hebben. En aan de andere kant de landzijdige operators die ik net noemde, rail, barge, truck en ook de verladers en dienstverleners. Ja, precies. Ja, we zoomen vandaag ook echt in op de functionaliteiten van MyTerminal voor diepzee-rederijen en feeder operators. Ja. En volgende week dinsdag hebben we een ander webinar gepland. En dan komen de functionaliteiten voor de achterlandvervoerders aan bod. Dus rail, barge en logistiek dienstverleners en ook truck operators. Maar even terug naar rederijen en feeder operators. Wat kunnen die dan precies in het kort in MyTerminal? We gaan het straks natuurlijk demonstreren. Ja, wat ik zelf heel mooi vind aan het nieuwe platform is dat de rederijen nu real-time inzicht hebben in hun reizen. En ook de voortgang kunnen monitoren van de objecten die voor de kant liggen. Ze zien exact precies hoe ver we zijn met lossen en laden. Uiteraard alleen voor die objecten waar zij zelf vesseloperator zijn of meevaren. Maar ook op containerniveau kunnen zij de status van hun eigen containers monitoren. En het is nu ook zo dat voor al je exportcontainers je echt al ruim van tevoren eventuele problemen zichtbaar hebt en ook al kunt oplossen. Ook al voordat je je laadlijst voor een schip in hebt gediend. En eigenlijk kun je samenvatten dat MyTerminal de flexibiliteit voor onze klanten enorm kan verhogen. Vroeger moesten we heel veel e-mailen met elkaar en bellen. En was je heel erg afhankelijk van of er wel mensen op kantoor zaten bij ECT. Het is nu 24/7 beschikbaar. En je bent dus veel minder afhankelijk van de mensen bij ECT. Helder. Nou, we gaan het straks allemaal bekijken. Dan ga ik even naar jou, Anna. Jij bent de product owner van MyTerminal. En jij werkt samen met een team aan softwareontwikkelaars aan dit product. Wanneer zijn jullie hiermee begonnen? Nou, MyTerminal is in 2020 eigenlijk langzamerhand ontwikkeld voor de doelgroep. Ja, onze marine klanten, dus eigenlijk onze feeder operators en onze diepzee-rederijen. En halverwege vorig jaar zijn we dat langzaam gaan introduceren. En je ziet dat we eigenlijk begin dit jaar langzamerhand alle rederijen over hebben gehad. Toen zijn we de volgende stap gaan zetten in de feedermarkt. En in januari moet je denken, Willemien, dat we rond de 100, 200 gebruikers in totaal hadden. Dus dat waren zowel deze doelgroep als eigenlijk de achterlanddoelgroep. En nu zitten we vandaag de dag over de 12.000 gebruikers. Dus dat is wel iets waar we als ECT en zeker ook als ontwikkelteam echt trots op zijn. En vooral alle feedback die we krijgen. En ook vandaag weer dat er mensen toch nieuwsgierig zijn. Wat doet MyTerminal? Dat we de kans krijgen om dat te laten zien. Ja, dat zijn wel echt de leuke dingen van het werk. Ja, dat kan ik me voorstellen. En je zei al, we zijn stap voor stap het platform aan het uitbreiden en natuurlijk ook de diensten van MyServices aan het overnemen.
Wat zijn nou in het kort eigenlijk de grootste verschillen ten opzichte van ons oude platform? Ja, we hebben eigenlijk een vijftal verschillen. Die komen ook als het goed is nu op de slide, of eigenlijk in beeld. Wat je vooral ziet, en dat is zeker niet onbelangrijk, dat is dat iedereen gewoon een persoonlijk account moet hebben. We zetten als ECT tegenwoordig, dat doen veel meer bedrijven, natuurlijk veiligheid, dataveiligheid bovenaan. En een van die vereist is dan ook wel met een persoonlijk inlogaccount in kunnen loggen. Maar ook wel dat we de partijen zelf de rechten geven om iedereen uit te nodigen, zelf in controle te zijn wie wat mag zien door middel van permissies. Dus dat is een van de grootste verschillen. Daarnaast kan je ook samenwerken met collega's, dus er komt informatie zichtbaar in je scherm, maar je kan ook zelf informatie uploaden en goed zien wie heeft nou wat gedaan en ook heel de tijd daartussen switchen. Nou, tot slot, Kees zei het al, het is real-time, dus dat wil ook wel zeggen, het is gewoon wat je nu ziet, staat nu ook in onze systemen. En tot slot, ja, wat modernere technieken, ik bedoel Internet Explorer 11, dat was het natuurlijk niet meer vandaag de dag. Je ziet gewoon, het werkt goed op allerlei browsers. Internet Explorer 11, je kan er gewoon langzamerhand ook bij onze klanten, kan dat weg. Natuurlijk wel pas als we alles hebben overgezet, maar dat is uiteindelijk ook een doel. En tot slot, als ECT bieden we ook bijvoorbeeld objectinformatie of containerinformatie ook aan via API. Dus men is niet meer verplicht om alles op te zoeken, het kan ook gewoon direct in hun eigen systeem komen. Dat lijkt me ook heel waardevol voor de klant. Een groot verschil met My Services is in ieder geval dat je per bedrijf binnen My Terminal één of meerdere administrators moeten zijn die het bedrijfsaccount beheren. Ja. En die dus ook collega's daarvoor moeten uitnodigen. Stel, laten we er even vanuit gaan dat ik ben uitgenodigd door mijn MTA, mijn Terminal Administrator. Hoe moet ik dan vervolgens gaan inloggen op het platform? Kun je dat eens laten zien? Zeker, ik zal dat live gaan laten zien. En zoals het goed is, komt nu komt in beeld wat ik hier op de laptop zie. En dit zou een pagina moeten zijn die iedereen inmiddels herkent, namelijk myterminal.ect.nl. Als je wordt uitgenodigd door een administrator, krijg je automatisch een mailtje waarin staat dat je je account moet activeren. In dat mailtje staat ook stap voor stap uitgelegd hoe je kan inloggen. Maar stel, je bent het even kwijt, dan helpen wij je natuurlijk ook gewoon binnen de website zelf. Nou, hier rechtsboven hebben we een grote loginknop. Als ik daarop klik, dan kom ik op onze loginpagina. Als klant heb ik 3 mogelijkheden om in te loggen. Ik zie er zelf al staan Google, Microsoft en Secure Logistics. Secure Logistics kan eigenlijk alleen maar gebruikt worden van mensen die een cargo card hebben. Maar ook daarvan hebben we veel mensen op ons platform. Microsoft kan men gebruiken wanneer hun e-mailadres is waarmee ze zijn ingelogd. Dus bijvoorbeeld mijn @ect.nl domein is een Microsoft domein. Wij gebruiken Microsoft Teams, etc. Kan ik ook heel gemakkelijk via Microsoft inloggen. Heb je dat nou niet, dan heeft iedereen de mogelijkheid om zijn zakelijke e-mailadres te koppelen aan Google. Stel, je weet niet hoe dat moet, dan klik je hier op How to create a Google account en dan komt er een pop-up in beeld waarin je duidelijk ziet, stap voor stap uitgelegd, hoe je je zakelijke e-mail even moet koppelen aan Google. Als je dat 1 keer hebt gedaan, kan je in de toekomst, beloof ik je, heel erg makkelijk inloggen. Ik zal nu laten zien hoe dat werkt. Ik heb dat zelf ook al gedaan. Je klikt op de Google-knop. Je ziet ook dat we direct naar accounts.google.com gaan, dus we gaan echt uit de ECT-omgeving. En hier kan ik klikken op mijn ECT-account. Nou, mijn wachtwoord heeft hij al onthouden. Dus nu zit ik eigenlijk direct in mijn terminal met 1 druk op de knop. Helder, Anna. Maar begrijp ik dus goed dat ECT zelf verder geen wachtwoorden beheert voor gebruikers, maar dat we dat in die zin bij identity providers neerleggen, zoals Microsoft, Google en Secure Logistics. Exact, Willemien. En in de toekomst hebben we als plan om daar ook IAM Connected van Portbase aan toe te voegen. Eigenlijk als 4e identity provider mogelijkheid om je in te loggen. Precies, want met IAM Connected is natuurlijk havenbreed. Echt voor de havencommunity wordt dat dan het centrale platform waarmee je ook bij ons zou kunnen inloggen. Exact. Exact. Robertino, zijn er op dit onderwerp al vragen gesteld in de chat? Nou, wat ik zie in de chat is dat er in ieder geval een vraag is gesteld. Maar die vraag heb je eigenlijk al beantwoord. Dat ging over het feit of ECT daadwerkelijk wachtwoorden beheert. En daar heb je eigenlijk antwoord op gegeven. Oké. Nou, ik hoop dat de vraag goed beantwoord is. Zo niet, dan kun je altijd nog even verder chatten met Robertino.
Dus nou ja, nadat je succesvol bent ingelogd op het platform, landt de gebruiker automatisch op het dashboard. En daarop zie je overzichtelijk de laatste stand van zaken. Welke containers staan er op dit moment op de terminal? En welke schepen liggen er ook voor de kant? En je kunt wat laatste nieuwsberichten vinden, waaronder ook serviceberichten. We gaan omwille van de tijd niet al te diep in op dit dashboard, maar gaan echt inzoomen in de functionaliteiten zelf. En daarvoor wil ik even vragen of Kees kunt toelichten wat kunnen gebruikers vinden onder het menu-item My Voyages. Ja, dat doe ik met plezier, Willemien. Dank je wel. Als het goed is, zien jullie nu dat de tab My Voyages openstaat. Zoals jullie weten zijn we ingelogd als Hapag-Lloyd. Dus voor Hapag-Lloyd is dit een déjà vu pagina met allemaal bekende objecten. Je ziet hier alle objecten waar Hapag-Lloyd of zelf vessel operator is of partner operator en meevaart. En ze staan hier in chronologische volgorde van wanneer ze bij ons aan de kade verschijnen. Hierboven zijn een aantal tabs. Bijvoorbeeld status staat nu op expected and arrived. Modaliteit is even alleen diepzee op dit moment. En je kunt hier ook de periode invullen waarin je wilt zoeken. Als je dat hebt ingesteld, kun je naar beneden scrollen en zie je alle objecten voor de kant liggen. We gaan nu even als voorbeeld naar een schip wat Hapag-Lloyd zelf opereert, namelijk de Valparaiso Express. Als je daarop klikt, en dat duurt even, want hij moet nu de hele database door en het is best wel een groot schip qua moves, dan zul je alle detailinformatie van deze reis van Hapag-Lloyd krijgen. Dus bovenaan staat de naam, wanneer de cut-off was, die is 6 uur voor aankomst schip. En je ziet hier dat het schip al een groen balkje heeft, betekent dat het is aangekomen en voor de kant ligt. Je ziet ook de geplande vertrektijd, de reisnummer staan erop, de operator Hapag-Lloyd en de terminal waar die ligt, onze zuidzijde DDE. Hier kun je de voortgang van de operatie zien. Dus van de 2115 loscontainers zijn er 587 gelost. En het laadproces moet nog beginnen. Je ziet hier ook een rood cijfer. Dat zijn containers waar nog een issue mee is. Daar kom ik straks op terug. Nou, je kan zelf zien welke service het is. Dit is een Zuid-Amerika-dienst op de Westkust. En je ziet hier ook, als je More Information klikt, krijg je dit pop-up bericht. En omdat Hapag-Lloyd hier de vessel operator is, zien zij ook van de meevarende partners in ieder geval de aantallen containers en de voortgang daarvan. En of er wel of geen problemen zijn. Ze kunnen hier niet doorklikken, zien geen details verder, maar alleen het totaaloverzicht. Als je verder naar beneden gaat, zie je twee tabs. Eentje voor de laadlijst en eentje voor de loslijst. We kijken nu naar de laadlijst. Voor Hapag-Lloyd zelf zijn dat 1354 containers die gepland zijn. En hier bij filter kun je een behoorlijk aantal filters toepassen voor deze lijst. Voordat ik het vergeet te zeggen, de lijst is ook op te vragen. Kun je ook downloaden en overzetten in een Excel-file, zodat je hem zelf helemaal kunt gebruiken en bewerken. Nou, je kan kiezen tussen de type size 20-40 voet, vol leeg, containers present en expected, of er problemen zijn met containers en of ze wel of niet bevestigd zijn op de laadlijst. En dat is wel een. Die hebben we uiteindelijk laten staan op verzoek van rederijen. Je kan hier dus zien dat nog 361 containers die ooit binnen zijn gekomen als boeking voor dit schip, uiteindelijk niet op de laadlijst zijn terechtgekomen. Om wat voor reden dan ook. Dus als je gaat naar Confirmed, dan krijg je hier alleen de containers te zien die daadwerkelijk door Hapag zijn ingediend voor de laadlijst. En als ik dan op problems kijk, dan zie je dat er 16 problemen nog zijn. Maar als je snel kijkt, zie je hier ook dat er nog 16 containers op expected staan. Dus je kunt raden dat deze containers nog niet op de terminal zijn gearriveerd. En in dit geval is het zo dat wij bij het doen van de cut-off altijd heel nauwkeurig kijken naar of er nog containers met barge of feeder komen. Bij truck is de cut-off hard, maar bij barge feeder gaan we daar soepeler mee om en kijken we wat we nog mee kunnen krijgen op het schip en laten we dat op de laadlijst staan. Dus je ziet hier overal containers die nog geen, die wel een VGM hebben, maar nog niet gearriveerd zijn. En hier kun je dus per container ook doorklikken en krijg je ook alle containerdata, zoals die ook bij ons bekend is in het systeem.
Met een drietal tapjes kun je hier, het document geldt even niet voor, kun je hier dus doorklikken. Tot slot kun je hier ook nog bij de drie puntjes die je hier ziet, in dit geval is het even niet van toepassing, kun je hier ook nog op klikken en een VGM-gewicht toevoegen. Dus dat kun je gewoon zelf uploaden voor containers die voor de cut-off nog geen VGM hebben. En daardoor dus nog mee kunnen op het schip. Kees, als je nou teruggaat naar het overzicht, klopt het dat ik nu een ander overzicht zie dan misschien een week geleden? Bedoel je het overview van alle schepen? Ja, dat denk ik wel. Dit overzicht bedoel je? Even kijken, ja. Ja, ja, nou, dit wordt gewoon real-time bijgehouden. En je ziet al deze schepen die hier een groen blokje hebben, die liggen al voor de kant. En dit komt allemaal in deze volgorde voor de kant bij ECT. Ja, en het rechter, als je rechts op dat pijltje naar beneden klikt, dus niet dat jullie allemaal denken de data is weg. Op verzoek ook is het allemaal wat kleiner en compacter gemaakt, zodat het aantal reizen wat er zichtbaar is vergroot. Want voorheen kon je maar twee reizen zien en nu zie je het al, zijn het er toch rond de 8. En kan je dus zelf bepalen van welke reis je iets meer informatie wilt tonen. Volgens mij kan je er ook 2 of 3 open klikken hoor. Dus je kan op die manier zelf bepalen waar jij net wat meer van wil zien. De informatie is niet weg, het is alleen net hier en daar wat meer verstopt. Oh, je bedoelt dat het vorige week is aangepast? Ja, ja duidelijk. Dat is heel recent aangepast, dus misschien had nog niet iedereen dat gezien. Voor de gebruikers was dat misschien voor sommigen nieuw, ja. Ja. Tot slot, naast de laadlijst kun je ook op discharges tab klikken. En krijg je ook de hele loslijst van Hapag-Lloyd voor dit object hier in beeld. En kun je ook eventueel downloaden. En wat hier nog een extra feature is wat live staat, is dat je ook een losvoorspeller hier hebt. Dus containers die al bij ons zijn opgenomen in de planning, kun je dus hier een schatting krijgen wanneer deze container bij ons in de stack landt. En dat is handig voor als je hem vandaag nog op wilt halen. Oké, dankjewel Kees. Ik had over die lostijdvoorspeller meteen nog wel even een vraag aan jou. Want waar is die precies op gebaseerd? Ja, bij de lostijdvoorspeller kijken wij naar, uiteraard wordt er voor een schip een heel los- en laadplan gemaakt. Ja. En is het systeem in staat om, als dat loslaadplan gereed is, om een inschatting te maken wanneer de container daadwerkelijk in de kraan hangt en gelost wordt. Daar zit natuurlijk een kleine marge op, maar hoe dichter je bij de lostijd komt, hoe nauwkeuriger dat wordt. Want die steeds wordt geüpdate. En zo kunnen we vrij nauwkeurig voorspellen wanneer die van het schip komt. Precies, dus die wordt ook real-time op basis van het operationele proces buiten steeds geüpdate en ververst. Ja. En volgens mij ook zonder dat de gebruiker op de F5-knop hoeft te drukken om het platform te verversen. Robertino, zijn er ook vanuit de gebruikers nog vragen over dit onderwerp gesteld? Jazeker. Er zijn aardig wat vragen gesteld. Ik wil er eventjes 2 behandelen. Eentje die wil ik dan even stellen aan Anna, denk ik. Ik denk dat zij best hier antwoord op kan geven als project owner. En dat is wanneer het mogelijk is om voor bijvoorbeeld partners hun reisnummers aan te kunnen passen. Ja, dus dat is de e-service update Vessel Voyage. Dat is inderdaad een van de zaken die nu nog niet op mijn terminal zichtbaar zijn. Exact wanneer, daar kan ik nu lastig wat over zeggen. Ik weet niet welke maand. Het idee is nog wel dat we dat zeker, we verwachten volgend jaar nog nodig te hebben om de e-service helemaal uit te kunnen faseren. Maar dat dit nog wel dit jaar op de planning staat. Het is wel leuk, we hebben ook aan het einde straks ook nog een vraag richting jullie. Eigenlijk als gebruikers van het platform. Ik spreek een groot gedeelte van jullie geregeld om feedback op te halen. Ook wat zouden jullie nou graag willen wat als eerste wordt opgeleverd? Ik denk dat er zo heel veel wensen zijn en we kunnen natuurlijk niet alles tegelijkertijd. Maar deze staat zeker nog wel voor dit jaar gepland. Lukt dat niet, dan horen jullie dat uiteraard ook van ons. Ja, nou super. En een andere vraag die werd gesteld is of je de zoekfunctie ook zou kunnen personaliseren bij My Voyages. Of je daar ook kan aangeven of je bijvoorbeeld de datum vast kan leggen of dat hij dat onthoudt. Dus eigenlijk de filteropties die worden ingevuld, dat eigenlijk onthouden wordt.
Ik moet heerlijk zeggen, ik dacht dat dat ook het geval was. Dat is dat ook het inderdaad, geval. Oké, gelukkig. Nee, dat is inderdaad, ook het geval. De eerste keer hebben we natuurlijk, we moeten ergens mee beginnen. Dus toen hebben we gezegd, alleen alle schepen die aanwezig zijn. Maar zodra je dit aanpast, dus zodra ook Kees die filtering heeft aangepast en je logt volgende keer wel op dezelfde browser in, want dat is belangrijk. Log je volgende keer in op een andere browser, onthoudt hij het niet. Dan zou hij dat inderdaad gewoon moeten onthouden en ook volgende keer weer op die manier het opzoeken voor je. Ja, super. Stel je komt erachter dat het niet werkt, dan horen we het natuurlijk ook graag, maar het is wel op die manier gebouwd. Ja, nee zeker. En zeker. Het zou moeten werken. Ja, nee zeker. Dus heb je nog vragen, schroom niet, gebruik de chat en stuur ons gewoon een berichtje. Helemaal goed. Nou, My Voyages geeft dus echt een inzicht in jouw reizen bij ECT. Het volgende onderdeel van het webinar, ja, je raadt het al, is het stukje over My Containers. En dat gaat over jouw containers die via ECT gaan lopen. En Anna die gaat ons hier doorheen leiden. Ja, zeker. Nou, als het goed is, gaan jullie straks ook het scherm zien waar My Containers zit. Het woord zegt het al. Het zijn echt de containers die gekoppeld zijn aan de operatorcode waar je voor werkt. Dus zo is het onmogelijk dat hier een partij A containers gaat zien van een partij B. Nee, het is echt, je ziet alleen maar je eigen containers. Wat wel belangrijk is, wat ik me kan voorstellen dat ook een vraag is, is dat mensen zeggen, ik zie dit niet. De administrator, dus de persoon die binnen jouw bedrijf accounts regelt, die bepaalt ook wie wat mag zien en wie waar rechten toe heeft. Ik heb mezelf nu op deze testomgeving alle rechten gegeven, maar het kan heel goed voorkomen dat jij geen toegang hebt tot mijn containers of straks wat ik ga laten zien, bijvoorbeeld geen release nummer kan checken. Dat zijn zaken die moet je echt eventjes intern gaan opvragen. Daar kunnen we als ECT weinig aan doen, behalve natuurlijk helpen door te verwijzen naar de administrator en eventueel daar nog wat het een en ander aan toe te voegen. Nou, dan gaan we eventjes terug naar My Containers. Wat je hier ziet is een scherm die nog helemaal leeg is, maar wel met heel veel filteropties. Nou, je kan hier zelf eigenlijk op elk moment van de dag kan jij bepalen van welke dwarsdoorsnede van jullie containers je graag iets wil zien. Wil je bijvoorbeeld alleen containers zien die release zijn? Wil je bijvoorbeeld alleen die release zijn en die aanwezig zijn? En die misschien ook nog eens op onze terminal de DDN staan? Of wil je een hele andere dwarsdoorsnede? Ik wil gewoon alle geblokkeerde containers zien. Of nee, ik wil juist alle containers zien die wij zelf als bedrijf erop hebben gezet. Nou, al deze filtering kan je hierop klikken, zoveel als dat je zelf wil, en daar kan je op zoeken. Stel, je vraagt het elke dag op, dan wil ik je aanmoedigen en adviseren om ook gewoon een filter op te gaan slaan. Nou, dat kan heel makkelijk door hier gewoon de blauwe knop Save Filter en gewoon een naam te geven om op te slaan. En dat betekent dat je volgende keer weer heel makkelijk hier naar deze filters kan. Nou, naast opties voor filters heb je ook de optie om meerdere containers tegelijkertijd op te zoeken. Ik had al even ter voorbereiding een lijstje aangemaakt. Dus die ga ik gewoon even kopiëren. Die kopieer ik nu en die plak ik, haal ik deze filter even weg en die plak ik hier in het scherm. Nou, dan gaat hij deze containers opzoeken. Moet ik nog wel even natuurlijk op de zoekknop drukken. En je kan dit ook downloaden. Dus je kan ook deze lijst met data kan je gewoon in één keer downloaden, zodat je hem in een CSV-file krijgt en hier en daar kan delen met bijvoorbeeld collega's. Nou, wat je ook ziet is dat hij de volgorde laat zien van de containers, hoe je hem ook hier in deze knop hebt toegevoegd. Dus je ziet, deze eindigt op 3311, die staat ook bovenaan. Voorheen deden we dat niet, maar op basis van feedback van jullie hebben we dat toch op die manier gerealiseerd. Je kan volgens mij uit mijn hoofd in totaal tot 250 containers in één keer hier laten zien. Nou, de data die ik hier te zien krijg, kan ik ook zelf bepalen. Want ook hierin zien we weer verschillende afdelingen, verschillende wensen. Je kan zelf bepalen welke gegevens je wel en welke gegevens je niet wil. Ik wil bijvoorbeeld niet de inbound modaliteit en niet de hoogte. Ik druk op Save Changes en ze zijn weg. Dus zo kan je zelf het overzicht creëren wat jij, wat jij graag wilt. Nou, ook wat Kees net al liet zien was het detailscherm. Die hebben we gewoon overal hetzelfde gecreëerd. Dus ook hier heb je weer het
welbekende detailscherm met de informatie en de documenten. Nou, verder zien we hier drie knopjes aan de zijkant. Nou, als een container, als ik daarop klik, dan kan ik verschillende, als ik daar de rechten toe heb, dus die moet ik van mijn administrator hebben gekregen, kan ik verschillende acties uitvoeren. Een van die acties is dat ik een container kan blokkeren. Stel, deze container wil ik blokkeren. Even voor alle duidelijkheid, ik zit op de testomgeving. Kan ik hierop klikken en ik druk op submit. En ik krijg de melding dat die order gaat worden verwerkt. Dat kan een paar minuutjes duren, maar dat gaat 9 van de 10 keer heel erg snel. Als je dit scherm dan zou verversen, zou je ook gelijk zien dat die nu bij blocked no, dat daar een yes van komt. Aangezien dit de testomgeving is, werkt dat helaas niet zo. Anders had ik het laten zien, maar zelf kan je dat op die manier controleren. Een andere functionaliteit die we hebben is het checken van het release nummer. Het is niet zo dat wij pincodes of release nummers tonen op MyTerminal. Die ga je nergens vinden. Maar wat we wel willen is jullie de mogelijkheid bieden om te controleren dat het release nummer waarvan je denkt dat die op een container aan een container hangt, om die te checken. Nou, ik heb geen idee wat dat is, dus ik doe even 1, 2, 3, 4, 5 en ik druk op submit. De enige terugkoppeling die je krijgt is of die goed is of dat die fout is. Dus het is niet zo dat wij hier zeggen, hey, hij is verkeerd en dit zou moeten zijn. Nee, dat ga je ook echt niet in MyTerminal terugvinden. Ook hier, je ziet een lijst met containers. Je kan eventueel, als je er heel veel hebt, krijg je hier een load more knop. En je kan ook heel makkelijk terug naar boven. Ik heb hem, Willemien. Dit is eigenlijk in een notendop, is dit mijn containers. Ik wil ook gewoon iedereen aanraden om dit gewoon te gaan gebruiken. En om de ervaring ook met ons te delen. Nogmaals, het is real-time data. Het zal even wennen zijn, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar er zit, ja, al je data zit hierin. Ik heb het gezien, Anna, dankjewel. Dus eigenlijk achter deze functionaliteit hangt gewoon een hele grote bak met data. Nou, we hebben net gezien, wat Kees liet zien, is dat er soms wel natuurlijk 2000 containers gelost worden en of geladen worden. Ik kan me wel voorstellen dat die bak met data groter en groter en groter en groter wordt. Tot hoever kun je terugzoeken in de tijd? Nou, momenteel staat het zo, het klopt, het bak met data is heel groot. Ik denk dat het zo om duizenden containers, daarom heb ik nu ook even vooraf al wat geselecteerd, kan het gaan. Dus het kan eventjes duren voordat het geladen is allemaal. Maar we gaan terug in de tijd. Als een container vertrokken is, gaat die tot 65 dagen. Kan je terug in de tijd om die container eigenlijk terug te vinden. Dus dan kan je op basis van containernummer kan je hem zoeken. Dus stel, een container komt in die 65 dagen 2 keer. Dan zie je hem ook gewoon in 2 regels staan. Okay. Dus je kan zo ook eventjes... moet je zelf even de juiste reis er natuurlijk bij bedenken. Oh, deze is al vertrokken, deze is nog verwacht. Maar je kan dat wel allemaal terugvinden. En vooruit is zodra die bij ons bekend is gemaakt. Kijk ook even Robertino aan. Ben ik iets vergeten? Nee. Je bent tot nu toe heel erg compleet geweest. Zelfs zo compleet dat we je ook al een aantal vragen beantwoord die via de chat langs zijn gekomen. Ik zit niet mee te kijken. Nee, zeker. Er was wel een andere vraag die werd gesteld. En dat was hoe je een container deblokkeert. Het deblokkeren van een container. Oeh, dan moet ik kijken of ik dat... Ja, kijk, ik heb hier toevallig ook een voorbeeld. Hier kan ik hem, dus we zien dat deze container geblokkeerd is, want hij staat op blocked yes. En hier kan ik unblock this container en dan gaat hij gewoon naar submit en dan wordt deze op de achtergrond ook gedeblokkeerd. Nog een goede aanvulling hierbij is ook, we hebben onderscheid gemaakt in permissies. Dus het kan ook zijn dat jij alleen maar de mogelijkheid hebt om lege of juist volle containers te deblokkeren of te blokkeren. Op verzoek van de klanten is dat eigenlijk gerealiseerd. Ja, oké, nou perfect. Dat is denk ik een heel compleet antwoord. Een andere vraag die werd gesteld, dat is denk ik de laatste waar we tijd voor hebben, is als een container wordt geblokkeerd door een collega... Is het dan ook zichtbaar om te zien welke collega dat heeft gedaan? Helaas nog niet. Ik zeg er ook nog bij, want vanaf volgende sprint, dat is dus van over 2 weken, gaan we daar wel aan de slag om dat inzichtelijk te maken. Zodat klanten eigenlijk, krijg je dan een nieuw tapje, dat wordt waarschijnlijk My Orders genoemd, waarbij je de history kan zien van alle acties die door jou of door je collega's
zijn uitgevoerd. Uiteraard wel als je daar ook de permissie toe hebt. Ja, oké, nou super. Hartstikke bedankt voor het antwoord. Graag gedaan. Zijn er nog overige vragen, Robertino? Nee, ik denk dat we zo wel compleet zijn. Oké. Okay. Ik vind het superleuk dat er inderdaad vragen gesteld worden. Volgens mij werkt het ook best goed dat we het hier gelijk in de studio kunnen beantwoorden. Dus nou, blijf vooral je vragen stellen. Dan gaan we nu door naar het volgende deel van het webinar. En dat gaat over My Bookings. En Anna zal je hier weer stap voor stap doorheen leiden. Yes, dus nou, wat je eigenlijk ziet in mijn boekings is, zodra je die tab opent, ziet hij er net wat anders uit dan wellicht mijn voyages en mijn containers. Want je moet hier zelf de informatie in gaan voeren. Nou, wat je alleen al ziet is het verschil tussen company en personal. Wat je namelijk hebt hier is dat wanneer, stel dat wij met z'n vieren samenwerken binnen een bedrijf en Kees die voegde een vijftal boekingen toe, dan kan ik die terugzien in de tab company. Wil ik die juist niet zien, wil ik alleen maar zien wat ik zelf heb toegevoegd, dan switch ik gewoon heel gemakkelijk naar personal. Nu is dit in mijn geval hetzelfde. En dan zie je alleen maar de boekingen die voor jou, die jij zelf hebt opgezocht. Nou, wat je ziet is eigenlijk een grote knop hier links, search bookings. Dit houdt in dat je aan de hand van een boekingsnummer, ook hier is belangrijk, je kan alleen maar boekingen opzoeken met de operatorcode waar jij de permissie voor hebt. Dus de operatorcode van het bedrijf waar je voor werkt. Kan je aan de hand van een boekingsnummer en op search booking, kan je klikken en dan gaat hij die voor je opzoeken. Vind je dit nou niet zo handig en wil je gewoon een hele lijst met boekingen toevoegen, dan kan je ook hier wederom, heb ik al eventjes gedaan hoor, maar kan je... dat heb ik even niet paraat, excuses. Kan je hier die hele lijst met boekingen toevoegen. Die komen onder elkaar te staan en je drukt op Search Multiple Bookings. Nou, dat heb ik al even gedaan voor dit webinar. Nou, wat je ziet is dat ze automatisch komen, ze de nieuwste die het laatste toegevoegd zou bovenaan moeten komen. Is dat niet het geval, druk dan alsjeblieft even op dit nieuw knopje, want die zorgt dat hij opnieuw gaat sorteren. Want ik heb ook de mogelijkheid om gewoon te sorteren op object. Of de sorteren op terminal. Al die mogelijkheden bieden wij hier in het platform. Nou, stel dat we eventjes kijken naar deze bovenste boeking. Dan zie je het boekingsnummer, op welk object die is. Ook niet onbelangrijk, de cargo opening en de cargo closing. En je ziet op welke terminal dit schip komt te liggen, of in dit geval al ligt. En hoeveel containers er aan die boekingen hangen en de voortgang van die boeking. Nou, je ziet hier eigenlijk een vijftal, ik noem het even bolletjes. Nou, laten we er eerste betekent, is de boeking bekend? Nou, in dit geval, ja, hij is bekend. Vervolgens is de container die bij die boeking hoort, ik ben even overgestapt naar de vierde lijn, omdat ik daar iets beter voorbeeld heb. Hierin zit één container, is die ene container voorgemeld? Hey, ja, hij is voorgemeld. Je ziet hierboven, zie je, een bolletje die nog niet helemaal gevuld is. Het is net als een taart. In dit geval zijn er 3/4 van die containers zijn voorgemeld. Dus het bolletje is nog niet helemaal compleet. Gaan we even terug naar de vorige. Dan zie je, oké, van die containers, hoeveel zijn er daadwerkelijk binnengekomen op de terminals? Hoeveel hebben een gate in? Nou, het verloopt helemaal voorspoedig, want ook deze is afgevinkt. En dan komen we bij bolletje 5. Ik denk eigenlijk bijna wel de belangrijkste. Is die klaar om geladen te worden? En hier zie je al, het is rood. Nee, die container is nog niet klaar om geladen te worden. En tot slot zie je ook, hoeveel zijn er daadwerkelijk geladen? Nou, nu denk je misschien, ik wil je meer over weten. Dat kan heel makkelijk. Druk op de boeking en je ziet het al. Je ziet hier nogmaals wat informatie over die boeking. De size types en de hoeveelheden van die size types die hierbij bij deze boeking horen. En tot slot ook de containers en de details. Nou, in dit geval zie je dat deze container, daarvan is het VGM-gewicht nog niet aangeleverd. En hij staat uiteindelijk ook niet op de laadlijst. Dus dat wil ook zeggen, hij wordt niet geladen voor dit schip. Daarnaast zie je ook veel informatie over de IMO, de UNDG is hier vol leeg, et cetera. En de documenten die er aan hangen. Nou, wat nog belangrijk is, deze boekingen schonen zichzelf niet op. Er konden geen uniforme mening vinden in de markt om te bepalen zodra een boeking voltooid is, delete hem dan maar. Dus dat moet je echt zelf doen door hem gewoon netjes te selecteren.
kan je ook meerdere tegelijk doen hoor. Hier doe je alles en anders doe je deze twee. En door op de delete knop te klikken. Wellicht heb je het wel al gemerkt. Over deze functionaliteit hebben we hier en daar nog wel eens wat vragen die we ontvangen. We zien gewoon dat onze berichtenverkeer intern niet altijd even synchroon loopt met mijn terminal. Het is wel belangrijk om te weten, hier wordt echt hard aan gewerkt om dit op zo kort mogelijke termijn op te lossen. Zodat we ook deze vragen niet meer nodig hebben en dat jullie gewoon alle informatie in mijn terminal kunnen vinden. Laatste ding waar ik nu eventjes naar kijk is hier rechts heb je een mooie zoekbalk. Het is niet zo dat je je boekingen kan opzoeken die nog niet in je lijst staan. Nee, je moet ze echt eerst zelf toevoegen. Maar hier kan je wel al zoeken. Stel dat ik 536 doe. Stel dat ik dat doe, dan zou die deze moeten laten zien. Maar ik denk omdat het op de testomgeving zit dat dat niet zo werkt. Maar in de productie werkt dat 100%. Hier kan je gewoon gaan zoeken naar alles wat hier in de lijst staat. Dankjewel, Anna. Alsjeblieft. Ik zie hier naast mij Robertino druk typen. Dus ik verwacht dat er in ieder geval wat gechat is onderling. En ik kan me zo voorstellen, zeker bij het laatste wat je noemde, Anna, dat daar vanuit de markt natuurlijk best wel wat vragen over komen. Zeker als data niet helemaal lekker doorloopt. Robertino, hoe kijken de gebruikers daarnaar? Er komt best wel wat feedback binnen. Er worden aardig wat vragen gesteld. Met name nog over het onderdeel over MyContainers. Over boekingen is er één vraag waarbij de klant heeft aangegeven. Als boeking onbekend is, kunnen ze het dan ook aanmaken op MyTerminal? Nou, dat is eigenlijk de acceptance order. En dat is ook helaas nog niet beschikbaar op MyTerminal. Dus daar moet je echt nog eventjes voor naar MyServices, de e-services. Maar ook dat komt uiteraard gewoon richting MyTerminal. En dat wordt breed gecommuniceerd ter zijnde tijd. Dus dat zullen jullie niet missen als dat gelanceerd wordt. Oké, nou top. Dank je wel. Oké, we hebben in ieder geval drie grote en belangrijke functionaliteiten van MyTerminal laten zien. MyVoyages, MyContainers en MyBookings. Ik zit even te kijken naar de klok en we hebben misschien, als je hem gereed hebt, Robertino, nog wel tijd om een vraag over MyContainers te kunnen beantwoorden. Zo niet, ik ga in ieder geval even verder dat we ook nog een laatste menu-item hebben en dat is Objects. En binnen Objects kun je zoeken naar allerlei objecten die bij ECT voor de kant komen liggen. Dus ook naar schepen, diepzeeschepen, feeders, hoeven niet van jezelf te zijn, mag ook van andere operators zijn. En je kunt daar ook zoeken naar binnenvaartschepen en treinen. Nou, heb jij een vraag gereed? Een vraag die binnenkwam over MyContainers, dat is een beetje gerelateerd eraan, is of het mogelijk is als de pincode verlopen is, dat je het ook via MyTerminal eventueel een nieuwe pincode daarvoor zou kunnen aanmaken. Omdat je ook via MyTerminal nu op dit moment natuurlijk de pincode kan checken. Ja. Ik kijk even naar Anna. Release orders. Juist. Dat is iets wat nu voor de planning staat nadat we straks het My Orders overschermen. Dus waar je echt overzicht hebt over wie heeft alles ingediend, zouden we daarna aan de release orders gaan starten. En waarbij je dus het kan aanmaken van een release order en het cancelen van een release order gaat daarin worden ondersteund. Oké, ik denk dat dit eigenlijk wel meteen een mooi bruggetje is ook. Zoals eerder genoemd, MyTerminal is nog volop in ontwikkeling. En we zijn natuurlijk eigenlijk wel benieuwd, wat staat er allemaal nog op de roadmap? Welke functionaliteiten kunnen we nog verwachten? We hebben er al een paar voorbij zien komen. Kees, kun jij daar nog eens wat meer over vertellen? Ja, in zekere zin zijn we flexibel nog in de volgorde van het overzetten van de oude e-service naar MyTerminal. Dus we zijn ook heel nieuwsgierig naar welke functionaliteiten de gebruikers het liefst als eerste zouden hebben. Nou, we merken dat er al wat vragen ook over binnenkomen. Dus voor alle mensen online, grijp de kans, dit is hem. Wij zijn heel nieuwsgierig. Als het goed is, komt er zo een poll in beeld. Ik weet niet of die al is ingestart. Ja, wij zijn heel nieuwsgierig. Ik denk dat die zo in beeld komt. Ja. Wij zijn heel nieuwsgierig naar wat bij jullie de hoogste prioriteit heeft. We hebben vijf mogelijke functionaliteiten om als eerste te gaan bouwen in beeld gezet. De eerste is de vrijstellingen, dus het maken en beheren van vrijstellingen, release orders.
De tweede kwam net ook al aan boord, de acceptatieorder, het maken en beheren van boekingen. De derde is ook al een keer voorbij geweest, het updaten van je reisnummer. De vierde is het Terminal Performance Report. En de vijfde is al door Anna kort gememoreerd, naast het inloggen via Google en Microsoft, ook het IAM Connected beschikbaar te maken om veilig in te kunnen loggen. Dus nou, ik zou zeggen, druk op de knop. Oké, nou, we zijn inderdaad erg benieuwd waar voor jou als gebruiker de grootste behoefte in zit. Uiteindelijk gaan we natuurlijk alles naar MyTerminal overhevelen. Nou, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van het webinar. Maar voordat we echt gaan afronden, heeft Anna nog 5 toptips waarmee het werken met MyTerminal voor jou een eitje moet gaan worden. Want we hebben dit webinar natuurlijk niet voor niets de titel gegeven Tips en Tricks MyTerminal. En Anna, volgens mij ga jij dat ook nog live op het scherm laten zien. Hè? Ik dacht net, ik doe de laptop al dicht en toen dacht ik, nee, we moeten nog wat. Wat we namelijk, tip nummer 1, ik bedoel, je hebt me gevraagd, maak er 5, stel er 5 op, is eigenlijk waar wij echt wel blij mee zijn dat we dit hebben kunnen realiseren, is ons helpcenter. Nou, hoe kom je daar? Je zit in MyTerminal en helemaal onderaan, ik beloof je, dit gaan we nog beter zichtbaar maken, heb je de Frequently Asked Questions. Zodra je daarop klikt, kom je eigenlijk in ons helpcenter. Nou, hier zie je per pagina, per menu-item die wij hebben. Dus hier zien jullie ook menu-items die jullie net niet zagen. Die zijn namelijk voor onze andere doelgroepen. Kan je allerlei informatie vinden. Nou, bijvoorbeeld bij objecten. Ik bedoel, daar zijn we net niet aan toegekomen, Willemien, zoals je al benoemd. Maar stel, je denkt, ik wil daar toch wel wat van weten. Ga naar het helpcenter, klik op het woordje objects en je ziet eigenlijk alle informatie helemaal uitgeschreven. Maar ook voor sommigen hebben we hele mooie instructievideo's gemaakt. Er wordt stap voor stap ook weer uitgelegd wat je aan deze functionaliteit hebt, zodat je ook hier weer optimaal kan werken met MyTerminal. Nou, daarnaast had ik ook echt een hele belangrijke, en daarom heb ik hem ook al een paar keer genoemd, dat zijn toch wel de permissies. Ook hier hebben we natuurlijk in het helpcenter een tapje voor, hoe kan nou die MyTerminal administrator, hoe kan die nou collega's uitnodigen? Hoe kan die nou zorgen dat niet iedereen alles ziet? Nou, dat kan ook heel gemakkelijk binnen het platform. Ook hier staat stap voor stap uitgelegd. Je gaat namelijk, je drukt hier rechtsboven, je gaat naar settings. Stap voor stap uitgelegd hoe je dit als gebruiker of als MTR eigenlijk kan instellen. Ook een goede tip, stel je hebt maar 1 MTR binnen het bedrijf. Mail ons eventjes, want dan kunnen we ook meerdere MTR's per bedrijf registreren, zodat we in ieder geval niet afhankelijk zijn van als één iemand op vakantie is, dat het hele bedrijf stilstaat en niet meer bij MyTerminal kan. Nou, tot slot, of als derde tip, echt gebruik ook die release number check. Dat was iets waar een groot gedeelte van jullie best wel om hebben gevraagd. Heb je nou die klant aan die telefoon die durft te beweren dat je bij ECT niet binnen kan komen met die pincode? Dit kan je gewoon niet heel erg makkelijk zelf checken. Tot slot, ook weer iets nieuws wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind. Dat is namelijk, maak gebruik van onze Quick Container Search. Die zit netjes in het dashboard. Nou, daar komen we nu ook. Die hebben we net al eventjes gezien. En hier kan je aan de hand van containers die je opzoekt, kan je heel erg snel zien of ze aanwezig, verwacht of vertrokken zijn. Je kan je ook containers invullen die juist niet jouw operator code hebben. Dus denk, en ik zal dat eens even laten zien. Dus hier heb ik weer hetzelfde lijstje containers. Nou, dan gebruik ik deze tool, Quick Container Search. Ik plak ze hierin. Ik heb geen release nummer of zo nodig, helemaal niets. En ik klik erop en ik zie in 1 oogopslag. Ook hier kan je volgens mij weer 250 containers in 1 keer uploaden. Welk containernummer, operator code, de size type of die verwacht, aanwezig of vertrokken is en op welke terminal. Zodat ook als bijvoorbeeld onze feeder operators met de laadlijsten bezig zijn, ook alvast kunnen checken, joh, is die container, wordt die nou al echt verwacht? Nou, en mijn allerlaatste tip, ik eigenlijk ook al stiekem een beetje vrijgegeven, is toch wel maak gebruik van die Save Container knop die je hebt binnen mijn containers. Het is gewoon zonde van je werk om elke dag opnieuw de filtering aan te zetten, terwijl je dat misschien gewoon elke dag hetzelfde nodig hebt.
Ja, dat waren eigenlijk wat mij betreft de top tips, Willemien. Ik kan er natuurlijk nog wel een uur over praten, maar ik denk dat we het hier met betrekking tot de tips maar gewoon aan Precies. moeten houden. Heeft iemand, denkt iemand die nu meekijkt, ik heb nog een tip, laat het ons ook gewoon even weten. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie nog heel erg fijn vinden eigenlijk. Dankjewel, Anna. Intussen kreeg ik ook van Robertino een seintje dat de resultaten van de poll binnen zijn, met welke functionaliteiten de gebruikers het liefst als eerste opgepakt willen zien. Kun je ons verlossen? Ja, zeker, zeker, zeker. Nou ja, stip op nummer 1 is de release orders met 44%. Daarna de acceptance orders met 28%. Terminal performance report met 15%. En daarna het updaten van je reisnummer met 9%. En als laatste de I'm connected met 3%. Oké. Okay. Nou, dus, ik denk dat we dat... Ze zijn goed bezig, ja, denk ik. Dat denk Hadden ik wel, we dat ja. zelf zo ook al op de roadmap bedacht, Anna? Ja, misschien release orders zeker als eerste. Ik zat nog even twijfelen, want acceptance orders ook wel iets heel groots is. Dat we misschien eerst die update Vessel Voyage wellicht iets naar voren zouden. Dat die ietsjes kleiner is. Maar goed, als dit is wat iedereen wil en het Terminal Performance Report zijn zelfs nog iets meer, dan ja, dan gaan we dat op die manier ons hard maken intern om op deze manier te gaan doen. Bedankt. Denk ik, hè? Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor alle input en we gaan het zeker meenemen ook in onze afweging. Zit even te kijken naar de klok. We hebben nog 10 minuutjes. We hebben nog wel even tijd voor een allerlaatste vraag als er nog eentje is binnengekomen, Robertino. En anders gaan we door naar de afsluiting. Nou, er zijn op zich weinig nieuwe vragen binnengekomen. Ik moet zeggen dat er wel heel veel, ook in de privéchat, best wel veel directe vragen en opmerkingen en nieuwe suggesties zijn gedaan richting ons. Dus die proberen we allemaal mee te nemen. Ik had niet de tijd om, jammer genoeg, om alle vragen ook daadwerkelijk live te kunnen beantwoorden. Maar ook daar zullen we ook achteraf op terugkomen. Dus iedereen zal een antwoord krijgen op zijn vraag. Helemaal goed. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit webinar. Er verschijnt, als het goed is, zometeen nog een allerlaatste poll in beeld met de vraag of je nu helemaal klaar bent om MyTerminal te gaan gebruiken. Wij hopen natuurlijk van wel en we hopen dat dit webinar daar zeker in heeft bijgedragen. Wil je alles nog eens op gemak terugkijken of doorsturen naar je collega's? Dan kan dat. Na deze uitzending komt er een opname van het webinar voor jou beschikbaar. In een later stadium komt er ook nog een versie van de uitzending beschikbaar met een Engelse ondertiteling. Ook voor de Engelse collega's die binnen jullie bedrijf werken. En zullen we, zoals Robertino net zei, ook alle vragen uit de chat nog even netjes met vraag en antwoord in een documentje met je delen. Aan het begin al even kort gemeld. Onder de leukste, grappigste, moeilijkste vraag mochten we nog een uitje verloten. Nou, er zijn heel veel vragen gesteld, dus wij zullen ons na afloop eens even gaan beraden wie er toegangskaarten voor Blijdorp heeft gewonnen. We mogen er 3 maal 2 toegangskaarten weggeven. Vergeet dan vooral ook niet een bezoekje te brengen aan onze adoptiegorilla Tabo, de zoon van de beroemde Bokito. Voor overige vragen, opmerkingen of feedback kun je contact met ons opnemen via myterminal@ect.nl. Je kunt ook de feedbackknop binnen het platform gebruiken daarvoor. En ook de feedback uit de chat zullen we natuurlijk zeker meenemen. Anna, Kees, Robertino, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage hier in de studio. En iedereen bedankt voor het kijken. Tot ziens!